Ja, Het jaar loopt op zijn eind, dus dat betekent: we gaan even terugkijken. Wat heeft 2020 in dit geval ons gebracht? We kunnen niet zeggen van we gaan alle video's behandelen, alle video's spreken eigenlijk voor zichzelf, maar ik kan je wel een leuk achtergrondverhaal vertellen bij bepaalde Autospot-video's en Walkaround-video's. Laten we teruggaan naar januari 2020: toen kreeg AutoVision de mogelijkheid om als een van de allereerste media wereldwijd met de nieuwe audi S3 te rijden. Ja, die Audi S3 die werd pas maanden later werd die geïntroduceerd. Maar afgelopen januari mochten we achter het stuur stappen van een prototype. Een van de allerlaatste testvoertuigen die ze hadden ingezet om dan alvast die Audi S3 te voelen. Dat verhaal dat kun je lezen in Autovisie magazine. Maar op de tweede dag vlogen we naar Lissabon. Vanuit die Audi S3 kregen we dan de fonkelnieuwe Audi A3 te zien en die A3, daarvan was het de bedoeling om die op de autoshow van Genève maart 2020 om die daar in, voor het eerst in levende lijve te zien voor het grote publiek. Wij kregen hem namelijk al eind januari te zien. Hij stond in een afgesloten ruimte met beveiligers voor de deur en dan kon je dan samen met een designer, samen met een productspecialist rond die auto lopen en alle ins en outs van die auto proberen te achterhalen. En ik benadruk want we kregen namelijk niet alle details te horen, zoals ze dat de dag ervoor ook niet van die Audi S3 te horen kregen. En als je dan vroeg, die Audi, die S3, hoeveel vermogen gaat die dan leveren? Dan zeiden de productspecialisten, nu niet bekend, doen we nog geen uitspraak over. Maar op die tweede dag, in die Audi A3, zat notabene een sticker met alle specificaties. Alle motorvarianten die van die Audi A3 zouden komen. Ik merkte die sticker op, ik liep naar de productmanager en ik zei, die Audi S3, gaat die nou 310 pk leveren of 290 pk? En hij reageerde natuurlijk stooi, science. Hij deed er natuurlijk geen uitspraak over, hield zijn lip, ja, ze kaken stijf op elkaar. Toen zei ik, loop even mee, loop even mee. Dus toen opende ik de deur en toen liet ik hem die sticker zien. En toen zei hij, oké, okay, het wordt voor Europa 310 pk en voor andere landen 290 pk. Ja, dat is dan toch weer een grappige ontdekking die je dan doet en dan zo iemand voor het blok zet, waardoor je juist weer meer informatie uit die persoon trekt. Ja, hij moet wel, hij moet wel over de brug komen op dat moment. En in die video zeiden we natuurlijk ook, ja, deze auto, wanneer jullie de video bekijken, is het, wat was het, 3 maart of 5 maart? Want op dat moment zou Audi op de autoshow van Genève het doek trekken van die Audi A3. Maar ja, die auto'show van Genève, jullie weten het, die ging niet door. Maar die video ging dan wel online. En die was al lang opgenomen, zonder dat we wisten dat die tentoonstelling nooit plaats zou vinden. Dus in de video groep ik ook van jullie kijken hem nu of willen we hem kunnen bekijken op de auto'show van Genève. Nog zo'n auto die op Genève zou debuteren: Bentley Bacalar. In de tweede week van februari werden we uitgenodigd als Autovisie om als één van de. Vijf media wereldwijd naar die auto te komen kijken in Londen. Ze hadden een fotostudio uitgekozen, een uurtje boven Londen. En daar stond dan voor de allereerste keer die Bentley Bak lag. Ja, bij wijze van spreken, de lak was nog nat. Zo fonkelnieuw was die auto. Ze waren er net mee klaar. Het was niet een auto die van de productielijn afrolde, heb ik jullie ook in de, in de video uitgelegd. Nee, het was een auto gebouwd rondom de. Bentley Continental GTC. Met een aangepast koetswerk, nog niet het definitieve koetswerk, want het was te kostbaar om op dat moment al die carbon-fiberpanelen ja, te vervaardigen en op die auto te monteren. Dus vandaar dat het heel veel ja, fiberglas was wat erop zat. Nou, dat heb ik jullie uitgelegd. En die informatie die krijg je dan via een designer of via een productspecialist, die dan toch eventjes, hè, omdat je veel vragen stelt, het toch verklapt van hoe die auto nou precies in elkaar steekt. Het was de bedoeling, zei ik al, dat die auto op de autoshow van Genève 2020 zou debuteren. Het de show ging niet door. Wij hadden een paar weken ervoor de video opgenomen, verwijzing gemaakt naar die autoshow van Genève. Daar in Engeland hadden ze ook tegen ons gezegd Sjoerd, jullie als autovisie, enige Nederlandse medium, sterker nog de waarde maar twee uit de hele Benelux, jullie mogen die auto bekijken aan de vooravond." Van de auto show van Genève laten wij de twaalf kopers van de bakelar laten wij de auto zien. En dan een dag later krijgt het publiek de auto op de auto show van Genève te zien. Maar ja, heel dat evenement in Genève ging niet door, zoals ik al heb gezegd. Dus dat betekende ook dat die twaalf kopers die auto ook niet in levende lijve hebben gezien. Sterker nog, zover als mijn informatie nu rijkt heeft nog geen enkele koper de auto in het echt gezien. Ik zal je sterker vertellen, op het moment dat wij de video publiceren, op wat dan als de persdag van de autoshow van Genève te boek staat, toen publiceerden wij die video en toen was er al gelijk een reactie van de Nederlandse gegadigde en die zei, Sjoerd, waarom heb jij die auto al gezien en ik nog niet? Nee, die mensen konden dus, doordat het... Hele evenement was afgeblazen, die auto nog niet zien. Maar het goede nieuws is: er komt er absoluut één naar Nederland. En Autovisie lezen we, houden jullie op de hoogte over die auto. We moeten we nog kort sluiten met de eigenaar of we daar, ja, wat we daarmee gaan doen. Kan zijn dat het vanaf nu stil is, maar laten we hopen. We respecteren natuurlijk de privacy van de koper, dat we die auto ook in jullie mogen ja, presenteren. Want het wordt wel een hele bijzondere. Gave auto. Nog zo'n auto die in Genève zou worden gepresenteerd was de Porsche 992 Turbo S. Dat is een van de allereerste markten. Kreeg ons land die Porsche 911 Turbo S toegewezen? En zo druppelden al langzaam wat exemplaren ruim voor de marktintroductie ons land binnen. Nou, ik kreeg daar lucht van. Ik heb gelijk contact opgenomen met de importeur. En zo konden we dan op een zaterdagochtend. Ons melden in Leusden, waar het hoofdkantoor van Porsche Nederland is gevestigd, in de kelder van Pons Automobielhandel. En daar stond dan die Porsche 911 Turbo S onder een pyjama. We mochten de pyjama ervan aflichten en vervolgens die video uh, maken speciaal voor jullie. Die Porsche 911 Turbo S als een van de allereerste in de wereld aan jullie voorstellen. Ja, dat is dan grappig dat je in een kelder staat. We mochten ook maar één kant op filmen, want aan de andere kant van die uh, parkeergarage stonden natuurlijk ook klantenauto's, maar er stonden natuurlijk ook auto's van de importeur. En die mochten niet in beeld. Dus we hadden als achtergrond een witte muur met daarnaast gewoon twee schermen, ook in wit. En we waren beperkt in onze bewegingsvrijheid om die auto aan jullie te kunnen presenteren. Vandaar dat je ook eigenlijk een vrij eenzijdige hoek krijgt van die auto, dus drie kwart achter, drie kwart voor, maar al bij aan de linkerflank en niet die rechterflank, want dan zou je juist die andere auto's kunnen zien staan. Kijk, en dat beperkt ons in onze werkwijze om een auto helemaal alsof je ja op mijn schouder zit en meeloopt rond die auto. Beperkt dat. Maar ja, dan kunnen we wel verkiezen dan doen wij geen video maken. Wij willen toch die auto aan jullie presenteren. En dankzij de cameraman die nooit hoort wat ik vertel. Dus altijd moet anticiperen op wat, ja, wat ik zeg. En ik anticipeer dan vaak op wat ja, hij aan het filmen is. Dat ik dan zeg van oké, okay, let even op dat detail. Want we hebben het nu toch in beeld. En niet dat we dan later moeten teruglopen. Proberen we dan toch die auto aan jullie. Aan de liefhebbers die er alles van willen weten. Om die te presenteren. Een andere mooie auto die geïntroduceerd is in 2020 is de Maserati MC20. Het was de bedoeling dat die auto eind juli zou worden voorgesteld gewoon aan de wereld. Maar ja, er kwam iets tussendoor en die introductie die werd uitgesteld. Uiteraard het was de coronacrisis. Daardoor verplaatste Maserati de lancering van die auto naar 9 september 2020. Maar omdat dat een grootschalig Evenement werd, konden we in juli wel zeer exclusief die auto alvast filmen. En zo vlogen we naar Turijn toe, waar Maserati een filmstudio, een fotostudio had gehuurd en daar die auto in dat ja eivormige gebouw, helemaal wit, aan onder andere Autovisie. Er waren in totaal 25 journalisten wereldwijd, waarvan er slechts twee uit de Benelux, eentje uit Nederland, en dat was Autovisie daar stond dan die witte, het was een pre-productieauto, maar daarnaast stonden ook al die schaammodellen om te laten zien in welke kleuren die auto daar leverbaar werd. de dame van de color en afdeling stond daar, de designer was aanwezig en ook de productlijnmanager van Maserati was dan via een teamsachtige presentatie was hij dan toch betrokken bij het hele evenement. ja en dan zit je mee dat dat die auto wordt in juli Krijgen wij eenmaal te zien. Maar als Raad had voor ons, omdat wij als een van de weinigen ook een video wilden maken, een cameraman ingehuurd, dan doen zij dat liever zelf, zodat zij eigenlijk ja, niet de regie over de beelden hebben, maar dat zij wel zeg maar, het materiaal kunnen achterhouden en dan een paar dagen voordat de auto dan wordt onthuld, voordat het embargo verloopt, kunnen zij ons de beelden verstrekken. En die Italiaanse, ja. Cameraman die verstaat dus geen Nederlands. Dus die weet totaal niet wat ik zeg. Ja, hij, hij verstaat het woordje Maserati als het een beetje meezit. zit. Als je dan toch die Brabantse klank in dat Maserati woordje herkent. Maar voor de rest weet hij het niet. Dus dan moet je toch, ja, zeg maar, codes afspreken. Dus als ik zeg van: dit is wel logisch. Maar als ik duidelijk wijs en ik wijs wat langer, dan weet hij van oké, okay, hij heeft het over dat detail, dan moet ik bij zijn, moet ik wat meer naar de auto toe gaan. Maar voor de rest, kijk, het is heel eenvoudig als je die video opneemt in delen. Dan kun je tegen die cameraman zeggen, dat gaan we doen, dat gaan we doen, dat gaan we doen. Maar als je een video opneemt in één take, dus we nemen één ronde rond die auto, in dit geval was het een video van, ik meen, 20 minuten, ik weet het even niet uit mijn hoofd, hoor. dan is het lastiger. Ja, om, om elke keer maar dat hij ziet wat ik aan het aanwijzen ben. en waar hij dan uh, zich een camerapunt op moet richten. Maar die video die maakten we dus in juli. Beelden blijven dan achter bij Maserati. Die gaan er niet in knippen. Die gaan ook niet zeggen: van uh, we hebben het even via Google Translate vertaald. en het is een, uh, een kwalijke tekst. Uh, jullie krijgen de beeld niet. Zo flauw zijn ze niet. Maar die beelden die krijg je dus. enkele dagen voordat het embargo verloopt. En net voordat wij die beelden zouden krijgen, sloot Autovisie Magazine. Autovisie Magazine heeft natuurlijk foto's nodig. Dus we hadden de foto's opgevraagd van die auto, van de MC20. Omdat meteen in die Autovisie, ik dacht dat het nummer 19 was. Om daarin gelijk die Maserati MC20 te presenteren. Maar wat was nou ja, de moeilijkheidsgraad in heel dit verhaal? De auto werd woensdagavond om 9 uur... Werd hij onthuld en Autovisie Magazine ligt natuurlijk vanaf de volgende dag in de winkel. Dus op dinsdag kwam Autovisie Magazine kwam binnen. Pakte gelijk drie exemplaren waar die Maserati MC20 op de cover stond. Plus waar die Maserati MC20 uitvoerig in beschreven stond. Onder Embrago op dat moment. Drie exemplaren in mijn tas. Dus ik ging op 9 september naar Italië toe. Daar was een grote show van Maserati voor de onthulling van die auto. En op het moment dat Maserati het doek trok van die MC20 Sport Coupé, ik drie exemplaren Autovisie uit mijn tas. En daar stonden alle details van die ja, fraaie coupé, stond al in het magazine. Ja, en die MC20, die op 9 september werd geïntroduceerd, die maakte ook vervolgens nog eens een rondtour door Europa. Hij kwam naar Nederland toe. Hij kwam bij Lauman te staan, Lauman Exclusive in Utrecht. Uh, Alexander Sterk maakte zelf een video. Waarvan ik overigens heel veel informatie hoorde. die exclusief in de video van de Autovisie zat. Maar dat even tezijde, dat is Alexander natuurlijk gegund. Vervolgens ging hij naar Dries Eindhoven. waarvoor ik een uitnodiging kreeg om daar even de auto te gaan bekijken. Vervolgens ging de auto door richting België. En FMA, de dealer van Maserati in Antwerpen. die nodigde ons ook uit om daar een kijkje te komen nemen naar die MC20. Maar wat was nou het leuke van die auto zoals die stond in Antwerpen? Daar stond een MC12 naast. Ja, die legendarische GT1 racer van Maserati fantastisch. Een one-off notenbenen. Een auto helemaal gespoten in de Goodwood livery naar aanleiding van de 100 ste verjaardag van Maserati in 2014. Ja, en het mooie is ja, dat moesten we delen. Dus ook daar hebben we gevraagd of we even de showroom voor ons alleen konden krijgen. En in wat is het een kwartiertje hebben we de video opgenomen. De Maserati MC20, de speaksplint, de nieuwe sportcoupe van het merk en die MC12. En toen we de video de volgende dag publiceerden, kregen we een telefoontje. En dat was de eigenaar van de MC12. En die vertelde nog meer details over die hele specifieke MC12. Nu is hopen dat we de auto nog een keer voor de camera kunnen krijgen en dan gaan we nog veel dieper in op die ja, legendarische racewagen van Maserati. Ja en tot slot de Ferrari Roma. Omdat dat weer een video is, die van een ander kaliber is dan die andere video's die we hebben gemaakt, ook al is zeg maar het menukaartje hetzelfde. Ja die auto, wij konden niet naar de presentatie van die auto in Italië. En dat was Noodbene eind 2019. Dus moesten we wachten tot die auto in Nederland was. En die auto die maakte op een gegeven moment maakte wel een tour door Europa. En zo deed hij ook een van de twee Nederlandse dealers deed aan. En daarvoor werd ik uitgenodigd om te komen kijken naar die auto. Toen dacht ik, nou weet je wat, als ik nou zorg dat ik een uur eerder ben, dan kan ik misschien ook wel even een walk-around video maken van die Roma. Leuk voor onze kijkers. Die informeer je weer over een product dat aanstaande is. En toen kwam ik bij de dealer aan. En ik stelde het idee bij de dealer voor. En die zeiden: dat is geen probleem. Hoe, 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 hoe lang heb je nodig? Ik zei, nou, ik denk een kwartiertje, twintig minuten. Maar ze waren op dat moment nog heel de showroom aan het aankleden. Dus er werd een bar werd opgebouwd. De lampen werden goed gezet. Noem maar op, bloemen kwamen in de showroom te staan. En die Ferrari Roma... Die stond al op de juiste plek. Die stond al klaar met de stekker aan de stroom. Piama eroverheen. Dus gevraagd of al die medewerkers dus van de cateringbedrijf, noem maar op de Bloemist, of die eventjes 20 minuten pauze zouden houden zodat wij de video konden opnemen. En dat lukte. Iedereen nam eventjes pauze, maar iedereen wist wel van we moeten wel even vaart maken, want over een uur begint het evenement, moet alles klaar staan. Dus daar moet ik ook rekening mee houden. Dus die video die moet sowieso in één keer gelijk goed. Dus wij starten de video. We beginnen met onze walkaround rond die Ferrari Roma. En als je dan nou goed kijkt in de video, dan zie je ook op de achtergrond dat er mensen aan het wachten zijn tot het moment dat ik klaar ben. En dan kunnen zij vervolgens. Gaan verder gaan maar waar ze eigenlijk voor ingehuurd zijn. En dat is niet voor die pauze. Nee, dat is juist om ervoor te zorgen dat er alles spik en span bij staat op het moment dat die eerste klanten voor die fraaie Roma de showroom betreden en daar ook de auto willen bekijken. Ja, een kleine ja, inkijk in de wereld van de Autospot-video's en van de walkarounds Soms lijkt het op de camera allemaal zo makkelijk, maar. Uh, ja, soms gaat er gewoon heel veel aan vooraf. En ben je juist heel erg beperkt in de tijd die je hebt. om zo'n video te kunnen realiseren. En dan doen wij het als Autovisie nog. dat we de video in één take doen. zodat we een video hebben tussen de 5 en de. wat is het? 15, 20, soms 25 minuten. in één take hebben. zonder plakshots. Want we zorgen ervoor dat de cameraman. gelijk de auto driekwart helemaal laat zien. de flank. alle details in één shot zodat je ook het gevoel hebt dat je er echt bij bent. Want wat is er niet heerlijker dan dat je het gevoel hebt, en vooral in deze tijd van de sociale afstand, dat je toch het gevoel hebt dat je meeloopt in die video, dat jij het gevoel hebt dat jij ook naast die Ferrari Roma, die Maserati MC20 of juist die Porsche 911 Turbo staat. We gaan weer verder in het nieuwe jaar. Dus we zien jullie in 2000 21, hopelijk weer terug.